Marleen werkt bij het Van Abbe Museum voor de afdeling Educatie en Publieksontwikkeling aan het project Special Guests. De toegankelijkheid van de collectie voor mensen met een beperking, zoals blinden en slechthorenden, staat hierbij centraal. Het heeft eigenlijk het museum veranderd omdat we op een hele andere inclusieve manier zijn gaan nadenken over onze collectie en over het museumbezoek. Dit object is een 3D-print, een replica van een origineel uit onze collectie. En het heeft een belangrijk omslag teweeggebracht voor mijn manier van denken toen ik aan het werk was met het Special Guest programma. Toen we namelijk bezig waren samen met de blinde bezoekers om dat programma te ontwikkelen, toen was er op een gegeven moment een moment dat een blinde bezoeker dat kunstwerk aan het betasten was. En dat die zulke rake, relevante dingen zei over het werk die echt tot de kern van het werk kwamen. Dat ik me realiseerde dat die tastzin, dat dat niet onderdoet voor het zicht en dat dat daadwerkelijk je dichter bij het kunstwerk brengt. En dat het dus de museumervaring verrijkt en verdiept voor iedere bezoeker. Imara heeft als gastcurator gewerkt aan de tentoonstelling Zwart Amsterdam, over zwarte rolmodellen in de stad. De Amsterdammers zagen hun eigen rolmodellen in de vorm van foto's of voorwerpen terug in het museum. Nu speelt zij een belangrijke rol in het opzetten van het meerjarenprogramma New Narratives. New Narratives gaat niet zozeer om nieuwe aankopen doen of nieuwe voorwerpen verzamelen, maar juist om het opnieuw kijken, nieuwe lagen eroverheen leggen. En juist niet als museum zelf, maar door de mensen die naar het museum toekomen. En toen ik bij het Amsterdam Museum kwam, toen was ik gastconservator van een tentoonstelling. En daar ontdekte ik dat het eigenlijk ging over een achterliggende vraag. Wat betekent dit instituut voor mensen? En hoe vertel je met de collectie nieuwe verhalen? En dat doe je niet alleen maar door een tentoonstelling, maar juist ook door educatie en conservatoren met elkaar te verbinden. Het is één groot verhaal. Dat zie ik als mijn missie. En wat ik heb meegenomen is een biografie van Michelle Obama. En zij is een van mijn rolmodellen. Christel heeft als projectcoördinator bijgedragen aan een project van het Haags Preventienetwerk. Dit is een samenwerkingsverband van musea, waarin informatie over calamiteiten met elkaar wordt gedeeld. Het project heeft betrekking op wateroverlast en 7 erfgoedinstellingen hebben meegewerkt door hun kwetsbaarheden en risico's in kaart te brengen. De pilot is onder andere een methode voor risicoanalyses. En die methode kunnen andere erfgoedinstellingen buiten Den Haag natuurlijk ook gebruiken. En het is een makkelijke methode om snel te kijken van wat kan er nou in mijn museum gebeuren, of mijn erfgoedinstelling. Mijn kwaliteiten zijn toch wel zoveel mogelijk mensen op een goede manier bij elkaar krijgen. En ook zorgen dat iedereen genoeg heeft bijgedragen aan het project. En dat we het met z'n allen eens zijn over wat er nou eigenlijk is uitgekomen. Dus ik denk dat dat wel, die binding wel een van mijn kwaliteiten is. En natuurlijk iedereen toch een beetje achter zijn kont aan zitten om te zorgen dat het allemaal geregeld wordt. Het object wat ik mee heb genomen gaat over vissers als ze vangst hebben. De bijvangst per se mee moeten nemen naar de kust. Dat heeft vrij veel invloed op het ecosysteem en op het klimaat. En dat ik het nu wel een mooie herinnering vind aan het project wat ik gedaan heb. Wouter en Jorrit hebben de online presentatie van de collectie van beeld en geluid radicaal vernieuwd. Dankzij hun inspanningen wordt de collectie nu online meer dan 10 miljoen keer bekeken. Door samenwerking met Google, YouTube en volgers maakten zij de tentoonstelling Let's YouTube tot een groot succes. Het is eigenlijk voor musea altijd moeilijk om de groep tussen de 12 en de 18 te bereiken en het museum in te krijgen. En door Let's YouTube hebben we eigenlijk een onderwerp aangesneden waar die doelgroep juist heel erg mee bezig is. Sinds kort is het YouTube onderdeel van de collectie waar we voorheen voornamelijk film, muziek, radio, televisie archieven waren. Zijn we nu ook bezig met het archiveren van nieuwe media en Let's YouTube was daar eigenlijk de kick-off van. Het goede aan Let's YouTube is geweest dat we nu die relaties hebben met YouTubers en dat YouTubers nu weten wie wij zijn en dat we hen heel erg serieus nemen. En dat is een heel belangrijk startpunt omdat alle overeenkomsten voor het archiveren van dat materiaal, dat zul je allemaal op het persoonlijk niveau moeten gaan doen en per video of per collectie. Wij hebben onze smartphones meegenomen. Dit is de mediawereld van nu. Iedereen heeft hem bij zich, zowel het creëren als het distribueren. Als het consumeren, dat zit allemaal in één apparaat. En het erover praten, het vormen van communities, van fangroepen, maar ook het debatteren erover. Nou ja, dat is waar beeld en geluid over gaat. En als je daar zit als museum, nou ja, dan bereik je de mensen.